sneeuwvlokken er eigenlijk uit? En dan ga ik denken, hè, maar zijn sneeuwvlokken nou eigenlijk regen of andersom? We hebben 25 meisjes geselecteerd met 6 juryleden. Ja, hoe ga je dat doen? Hoe zorg je dat je de juiste mensen hebt? Ik weet niet zeker of ik doorga. Noem weer eerst een zwarte lijn. En zo hebben we eigenlijk een groep samengesteld van heel diverse meisjes. Maar het is echt ontzettend goed. Ja, maar je kan ook gewoon lekker jezelf zijn. Ze hebben iets gevonden in elkaar wat iedereen heeft, waar ze allemaal graag mee bezig zijn. Misschien op school niet met hun klasgenoten delen, of die ze thuis misschien niet delen met hun gezin. De jongste is 13 jaar en je hebt dan aan de andere kant de meisjes van 18 die heel andere vragen stellen over je. Je moet goed op school doen, want dan krijg je een goede baan en dan heb je geld. Als je het gewoon eenmaal erover hebt en zo, dan is het toch fijn om te weten dat je niet de enige bent. Het is niet dat ik een hekel heb aan werk. Ik wil graag werk doen dat ik leuk vind. Ja, je kunt beter iets van economie gaan studeren, want dan heb je meer zekerheid in een baan. Ik denk dat we al een paar meiden samen gaan blijven, maar ik denk niet dat we voor altijd samen blijven. Ik denk dat je langzamerhand een beetje ontdekt, zeg maar, wie je wilt zijn en zo.